We zijn gaan kijken hoe de verzekeraars omgaan met jonge bestuurders. Een van onze reporters ging op stap met Jeroen, kersvers eigenaar van zijn eerste auto en op zoek naar een verzekering. Hallo, ik ben Jeroen, 19 jaar en heb al een auto. Nu ga ik op zoek naar een betaalbare verzekering. Je weet dat niet, maar de verzekeringen voor jonge mensen zijn niet goedkoop. Je moet eerlijk zeggen dat die gemakkelijk zijn voor iemand van 19 jaar in feite. Nu, één voordeel is, het is geen sportcar. Je wordt een beetje ontmoedigd. Sowieso, ja, echt goedkoop gaat dat nooit zijn. Jonge mensen zijn risicobestuurders. Dat is niet kostelijk zijn. Dat vind ik nog niet zijn, de prijs. Normaal gezien betaalt iemand boven de 29 jaar €650 voor die Opel Astra te verzekeren. Het gaat meer dan 1000 zijn. 1.194 euro. Stel je voor. 12,53 euro. Ja, mooi. 1.364 euro. Dat is toch smak geld. Onze verzekering beginnen maar te lopen vanaf 25 jaar. We gaan dat niet kunnen doen. Ik ben toch een beetje ontgoocheld. Dat is erg veel voor jongeren. Ik had gehoord over een 29-29 polies. Dat de jongeren dat kon afsluiten en dat ze mee akkoord waren. Dat dan in het weekend ze niet eigenlijk verzekerd waren. Wij doen dat niet, nee. Nee? Ja. Wat wij noemen dat vrijstelling weekend. Ah, ja. En op hoeveel zou dat dan komen? 1.240. Ja. Er wordt ook vaak een verzekering genoemd op naam van de ouders. Maar dat is gevaarlijk. Ja. Je te liegen dan tegen de verzekering. Maar zou dat dan veel schelen in prijs? Ja, dat komt. Alleen voor zo'n auto komt dat op 300 à 400 euro. Ja, veel verschillende prijzen, meneer Robijns. Maar in alle gevallen is het een veelvoud van wat een dertiger, een veertiger zou betalen. Hè? Is dat niet een beetje overdreven? Wel, het valt mij een beetje op dat men kennelijk als een wildvreemde klant is binnengelopen in een aantal agentschappen en kantoren. En de meeste mensen sluiten hun autoverzekeringen af via een verzekeringstussenpersoon, zeker in autoverzekeringen, die gewoon zijn klantenkring kent en die voor zijn klantenkring het beste wil doen. En u denkt dan dat die premies lager zouden zijn? Ik geloof dat je in die omstandigheden betere premies kunt bekomen. Zeker als er factoren zijn die uit commerciële overwegingen of uit andere overwegingen kunnen pleiten om de beste voorwaarden te bieden aan mensen die geweigerd zijn bij hun eigen bank en verzekeringsmaatschappij. Ja, er wordt liever geweigerd dan effectief een verzekering te verkopen. Ze geven zelfs liever geen verzekering dan er één te verkopen aan een jongere. Nu, het kan zijn dat in sommige omstandigheden bij sommige verzekeraars geweigerd wordt. Maar als we kijken naar de mensen die pertinent nergens een verzekering kunnen vinden, daar bestaat een speciaal bureau voor. Dat is de verzekeraar in laatste aanleg van als je overal geweigerd bent, dan moet je daar gaan aankloppen. Maar de mensen die daar moeten gaan aankloppen, zijn mensen die verschillende intrekkingen van het rijbewijs... Oké, maar dan is het alternatief om de verzekering dan op de naam van je ouders te zetten, wat eigenlijk illegaal is. Wel, er zijn twee manieren. Ofwel... ben je een gelegenheidsbestuurder van de ouderlijke auto en daar is niks mis mee. Maar als je de gebruikelijke bestuurder bent van een auto en je liegt de verzekeringsmaatschappij voor, je laat die auto bijvoorbeeld verzekeren op naam van je grootmoeder, omdat je weet dat je grootmoeder bekend staat als een dame die nooit iets zou kunnen overkomen. En dan blijkt dat je de gebruikelijke bestuurder bent van die auto, dan gaat de verzekeringsmaatschappij, nadat zij de slachtoffers van een eventueel ongeval vergoed heeft, terug kunnen vorderen wat er aan de slachtoffers betaald is. Hoort u dat wel vaker, dat de praktijken van nu, die dure verzekeringen, dat leidt tot illegaal rijden, tot onverzekerd rijden? Ja. Er zijn cijfers over. Er zijn 65.000 auto's in België die onverzekerd zijn gebleven. Dus, dat zijn niet allemaal jongeren natuurlijk. Dat zijn niet allemaal jongeren, dat is juist. Want er zijn heel veel, en we blijven bij dat punt van die discriminatie, waar dat je nu duidelijk hebt voor een ziekteverzekering. Betaal jongeren mee voor ouderen. Maar op het omgekeerde geval... Op een ziekteverzekering. Dat gaat ons te ver afleiden. Nee, want je hebt pertinent op een schuldsaldoverzekering, op een gezondheidsverzekering, is het risico bij de jongeren een stuk lager. Ze hebben minder verzorging nodig. En ze betalen een stuk minder op dat soort verzekeringen, waar dan de senioren zouden zijn. Je hebt nog de ziekteverzekering die voor iedereen een gelijk tarief is van 25 euro. Maar los daarvan heb je op dat punt met de autoverzekering, denk ik dat het perfect mogelijk is dat vanaf dat je de eerste stap in je wagen zet, dat iedereen zegt van kijk, je bent gelijk, je staat op gelijk niveau, 40, 20, 60 jaar. En dan heb je natuurlijk je punt wanneer je een overtreding begaat. Waarom
Kunt u dat niet aannemen? Wel, gewoon omdat de verzekeraars weten wat ieder risico hen kost. Wij kennen de factoren die het risico beïnvloeden. Of je privé rijdt, dan ook beroeps. Of je rijdt met een krachtige auto of met een minder krachtige auto. En zo weten wij ook dat de leeftijd een relevante factor is. Ja. We gaan dat na verloop van tijd corrigeren, uiteraard. Ja. Want als je binnenstapt, heb je geen bonus, heb je geen malus. Je hebt nog geen enkel ongeval veroorzaakt. Als dat zo blijft, dan krijg je daar jaar na jaar korting voor, dat heet een bonus. Mm-hmm. En ik geloof dat de meeste automobilisten intussen op de meest voordelige graden staan van de bonus-malus-schade. Maar wij blijven erbij dat je gewoon zoals man-vrouw hetzelfde, dat je dat op leeftijd ook moet kunnen doen. Ik denk dat dat perfect mogelijk is. Europa laat dat ook gewoon toe. We komen er niet uit vanavond, denk ik. We moeten het gesprek hier afronden. Bedankt alle twee voor uw bijdrage. Graag gedaan.